In aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag worden ook dit jaar de Haagse Vrijheidsweken gehouden. Als onderdeel daarvan opent in de Centrale Bibliotheek aan het Spui de tentoonstelling Het Gezicht van Verzet. Samen met historicus en medesamensteller Han Jordaan nemen we in de Scheveningse wijk Duttendel een aantal straatnamen onder de loep. Die zijn vernoemd naar Haagse vrijheidsstrijders. Gerrit Kastein was een arts, neuroloog, geboren in Zutphen, maar hij woonde hier in Den Haag. En hij was communist. Hij was al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Spanje actief in de Spaanse burgeroorlog als arts en als hulpverlener. En direct na de Nederlandse capitulatie was hij betrokken bij de oprichting van het communistisch verzet, de afdeling hier in Den Haag. Uiteindelijk ook weer door verraad is Kastein opgepakt. En hij is toen overgebracht naar het bureau van de SD op het Binnenhof. En hij is erin geslaagd om geboeid en al zich daar uit het raam te werpen. Omdat hij bang was dat hij bij verhoor zou doorslaan. En hij is... Kort daarna is hij overleden. Leo Voogd was de leider van de organisatie die zich bezig hield met hulp aan onderduikers. De LO, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. En hij had de leiding hier in Den Haag, ondanks het feit dat hij eigenlijk nog vrij jong was. Hij was begin 20. Hij is uiteindelijk door verraad ook opgepakt. Zijn medeverzetstrijders waren al opgepakt en zaten in de gevangenis in Scheveningen, hier vlak achter. En hij wilde een overval plegen met een auto en met een mitrailleur. En hij had een contact bij de Sicherheidsdienst, maar dat contact bleek niet te deugen. En hij is uiteindelijk in de Parkstraat in een café gearresteerd. Uiteindelijk in Kamp Vught terechtgekomen en al daar gefusilleerd in 1944. Jean-François van Rooijen was typograaf en uitgever. Hij gaf allerlei literaire werken uit voor de oorlog. En hij werd er door de Duitsers van verdacht dat hij zich had verzet tegen de Cultuurkamer. Dat was een Duitse organisatie waar kunstenaars, schrijvers, journalisten bij aangesloten moesten zijn en die de Duitsers dan zo prima konden controleren. Het bleek dat hij in feite zelfs verzet daartegen of protesten daartegen had ontraden, maar hij werd desondanks gearresteerd en is bezweken in een concentratiekamp. Een dag voordat de Duitsers besloten hadden om hem vrij te laten. En wij hebben in de tentoonstelling het lettertype gebruikt wat hij in zijn uitgeverij ook gebruikte. De expositie is tot 14 mei gratis te bezoeken. Kijk voor het hele programma van de Haagse Vrijheidsweken op haagsevrijheidsweken.nl.